Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag is het woensdag en ik ga naar Marrakesh. Yay. De taxi is er en ik ga nu naar Schiphol. Zo, ik ben op Schiphol en Gio is er ook. En we hebben net onze bagage ingecheckt. En we gaan nu naar de security check. En we moeten ook nog eventjes ontbijten. En het is fucking druk hier. Fucking druk. We hebben letterlijk, hoe lang hebben we in de rij gestaan? Drie kwartier bijna of zo, hè? Bijna drie kwartier, ja. Echt niet normaal. Maar goed, iedereen gaat op vakantie natuurlijk. Het is mijn vakantie. En wij gaan lekker naar Marrakesh. Love it. Wij zijn eindelijk door de security check. Dat duurde even. Vijf uur later. Het is zo druk hier en natuurlijk werden onze tassen eruit gehaald. En we hebben zo'n fucking honger. Het is inmiddels 7 uur. Mackie? Ja, dat is dus niet hier. Ik wil ook zo graag Mac. Ik heb gewoon zin in frieten en burgers. Maar we moeten even kijken wat er hier is. En dan, want bij vertrek al 1, je kon dus altijd naar boven. En dan had je en Burger King en pizza en whatever. Maar echt de laatste 6 keer dat ik hier was, was dat dus dicht. Oh, volgens mij is het weer open. Oh, echt? Ja. Oh my god, yes. Oh, dan ga ik echt pizza eten. Oh ja. Yeah. Oh my god, yes. Nou, wij gaan even een ontbijtmuffin eten. Enjoy. Ik heb het gevoel dat het al 1 uur is. Oh my god, zo brak. Het is 8:10. En wij gaan nu vliegen naar Madrid. En via Madrid vliegen naar Marrakesh. Ik ga echt slapen hoor. Maar echt, bye. Wij zijn net geland in Madrid. En we laten echt allebei in een diep coma. Oh my god. En we gaan nu door naar de gate en dan naar Marrakesh. Het was 20 minuten lopen naar die andere gate en nu hebben we een. We staan te wachten op een soort metrootje of zo. Ik wist echt niet dat ze dat hadden hier. Ik wist ook niet dat Madrid Airport zo groot was en ik was hier voor ridiculousness, maar dat was toen ben ik echt op één klein stukje geweest. Oh, maar je hebt ook soort van twee delen in dit vliegveld. Oh, V-Life! Ik ben helemaal kapot. Ik heb een workout gehad en een Changing Life hub. Nee, even serieus. Die ene vlucht. Ik ben helemaal buiten adem. Die ene. Helemaal boos? Ja. Die ene vlucht die ging 3 kwartier later weg. Gio sliep toen al, maar dat vliegtuig heeft 3 kwartier een rondje gereden. En nu. We hebben echt in 1 minuut de bus gehaald naar de vlucht. Oh, okay. We zitten nu in het vliegtuig. En in Marrakesh is het een uurtje eerder dan in Nederland. Dus we halen nog wel wat tijd in, maar ik heb echt het idee dat het gewoon. Er zit al een hele dag op gewoon. Zo moe? Zo moe. Ik ben echt nog in trance van het slaapje van net. En mijn wimpers zijn zo heavy, grap. Er was net een man in de bus die zei gewoon van, oh, eyelashes, ja. Yeah. I can fly away with these. Grap. Ik ben weer wakker. Ik heb weer geslapen in het vliegtuig. Goedemorgen, Gio. En we zijn nu aan het landen. En het ziet er echt mooi uit hier. Wij zijn geland in Marrakesh. En het is zulk lekker weer hier. Hey, ik heb een jas aan. Ja, oh, ik ga dood van de hitte. En we zijn net opgehaald door de chauffeur. En nu gaan we naar de auto. En dan naar het hotel. Echt, I love it. Ik word zo instantly blij van mooi weer. Die warmte, hè? Die warmte, zo, het doet zoveel goeds voor me. We zijn in het hotel en het is hier echt een soort van een mysterieus sfeertje, ja. Maar het is echt mooi, het is echt serieus mooi.
En je mag hier dus in de lobby gewoon roken. Ik vind dat echt een beetje weird. Want het heeft hier zeg maar een speciale geur. Het is niet per se heel lekker, maar wel een huiselijke geur of zo. Een huisgeur, hè? Ja, het is zo raar. Ik ben aangekomen in de kamer. En Gio is nu naar zijn kamer. We hebben allebei een eigen kamer, dus dat is heel chill. En het is echt een heel cute kamertje. Ik ga het even laten zien. Dit is dus de deur waar je binnenkomt. En de gang is echt super lang. En dan kom je hier binnen. En dan zie je dit. En dan heb je hier kastruimte. Hier toilet. Hier de badkamer. Oeh, nice. En een bad en een douche. Oh, kijk hoe cute dit is. Het is echt mooi. I love it. Hier nog meer kastruimte. Spiegel. Hi. En dan hier het bed. TV. Hier een klein. Ja, wat is het? Bureaukastje. En dan hier een stoel. Dan kan ik naar buiten. En dan is dit het uitzicht. Heel nice. Echt love dit. Oké, ik ga me even opfrissen, want ik voel me echt nasty. Ik ben me even aan het opfrissen. Dit is de outfit die klaar voor mij lag. Maar het is echt super heet hier. Dus ik ga even kijken of er straks een korte broek beschikbaar is. Want dit is echt wel warm. Ik ga eventjes mijn haar doen een beetje. En dan ga ik eens eventjes bellen om te kijken waar iedereen is en wat de bedoeling is vandaag. Vind ik altijd zo lekker als je dan aankomt dat je lekker al je productjes lekker in de badkamer zet. I love it. Wij hebben nu eventjes vrije tijd, dus dat is lekker. Dus ik heb lekker een badpak aangetrokken. En ja, chilling. Nice. Zo, wij zitten nu even wat te eten. En we hebben letterlijk een uur gewacht om ons eten. Dus we vielen echt bijna flauw. Maar het was er nu gelukkig. En iedereen was vanochtend een wandeling aan het doen. We zijn nu ook allemaal terug in het hotel. En er is hier een showroom en dan moeten we zo eventjes wat kleding uitzoeken. Vanavond is er een poolparty en diner. Dus dat is gezellig. En nu ben ik aan het bijkomen met eten. Oh, ik kan gewoon bijna weer praten. Op een normaal level. We hebben net eventjes kleding doorgepast voor vanavond. En dat is dat jumpsuitje geworden. En nu heb ik dit jurkje aan. Het is ook wel heel cute. Het is niet echt mijn stijl, maar het is wel cute ofzo. Het lijkt en, op de top die op je boek had. Ja, maar echt. Het lijkt er echt op. En we zijn nu op een heel mooi plekje in het hotel. En hier zijn net foto's gemaakt. Ik heb ze net gezien, echt fucking mooi, maar dat kan ook echt bijna niet anders, want die achtergrond hier is echt prachtig. Ik ga het even laten zien. Dit is de locatie. En hier zijn ze foto's aan het maken. Maar dat is echt zo mooi, al deze muurtjes. Echt love it. En nu gaan we even naar onze kamer. En gaan we even opfrissen en klaarmaken voor vanavond. Ik ben even op de kamer en ik heb lekker een badjas aangetrokken. En ik ga nu even in bed liggen en YouTube video's kijken. Gio is ook eventjes op zijn kamer. Ik ga zo in bad, denk ik. Ik heb nu anderhalf uur vrije tijd. En daarna gaan we met heel de groep. Ik heb net een aantal mensen ontmoet. Gaan we volgens mij een kwartiertje, 20 minuten rijden naar de plek waar de poolparty en het diner is. Dus tot nu toe is het een hele geslaagde trip. Echt, ik word al zo vrolijk van lekker weer. Ik doe zoveel met mijn humeur. Dat is echt niet normaal. Ik moet echt in een land gaan wonen waar het altijd lekker weer is. Serieus. Maakt alles beter in het leven. In het bed is ook zo lekker. Oh, ik lig zo lekker in bed. Maar moet er echt uit. Ik ga even lekker in bad liggen. En dan klaarmaken. Ik wil echt blijven liggen. Het is zo lekker bed. Oh. Wij zijn allebei lekker in bad geweest. En ik heb nu een Stradivarius outfitje aan. Dit leuke jumpsuitje. En met een soort van funny twist. Want ik heb deze schoenen eronder aan. Het moest zeg maar tropical zijn. En al die andere schoenen paste ik niet. Dus het, ja, er zat niet heel veel anders op. Maar ik vind het wel grappig. En deze lopen echt super lekker. Dus dat is mooi. En we gaan nu naar beneden. En G heeft ook een Stradivarius outfitje aan. Love it. Ja. Yeah. Oké, let's go.
Weet je wat ik echt heel chill vond? Dat je dan in bad zit. En dan kijk je zo echt zo hier naar boven. Het is echt zo'n mooi klein... Alles is zo mooi. En ook die douche is ook echt prachtig. I love it. Zo cutie. Je voelt je zo als een soort van... Jasmine. Ja, dus dat. Ik wil het niet zeggen, maar... Ik ben Aladdin. Toch wel. Aladdin en Jasmine. We zitten in de bus. Bij jou dan. Op schoolreis. En we hebben ons tropical outje aan. Ik weet niet of je me kunt verstaan door de wind, maar we zijn nu op een rooftop feestje. Cheers! Wij hebben net echt een fantastische idee gehad bij het zwembad. Het was echt wel lekker en fucking mooi uitzicht. En daarna met iedereen gewoon gezellig, een beetje drankje gedronken, lekker gedanst. En nu gaan we weer lekker terug naar het hotel. Slapen, ja, film kijken. Tanden geven echt licht. Ja, we willen film kijken, maar we hebben dus geen laptop. En we hebben 2 kamers, maar we gaan lekker sleepen over. Yeah. Dat is gezelliger. Doei! Ik ben weer op de kamer en het was een leuke avond, maar ik ben echt net als trouwens een hele leuke dag. Kan ik hier in mijn kamer zitten? Nee. Het was een hele leuke dag, maar ik ben echt super kapot nu. Het was echt, om 5 uur 's ochtends ging mijn wekker. Dus dat was redelijk vroeg, maar zit mijn pasje wel in de kamerdeur? Dat was redelijk vroeg. Ik had super kort geslapen en toen nu gaat het licht pas aan. Het is zo'n cute kamertje, ik word je echt vrolijk van. Het is echt zo'n mini paleisje en ik vind die badkamer ook zo mooi. Echt love it. Nee, dat heb ik nog 20 keer gefilmd. Maar goed, ik heb echt vannacht 3 uur geslapen, nog niet eens. En het was een hele drukke dag met reizen en activiteiten en foto's maken, doorpassen en eten. Echt allemaal heel erg leuk, dat wel. En ik heb vandaag een foto gepost en mensen dachten letterlijk dat ik zwanger was. En dat is best wel awkward, want dat ben ik niet. Maar dat betekent dus gewoon dat ik heel dik ben geworden. En ik ben echt zeker, zeer zeker aangekomen de afgelopen tijd. Als je het bekijkt ten opzichte van bijvoorbeeld mijn eerste vlog. Ik denk dat ik in de tussentijd, maar ja, het is inmiddels 2,5 jaar geleden. Het zou best kunnen dat ik in de tussentijd 15 kilo ben aangekomen of iets. Maar ik ben daar tot nu toe nog redelijk oké mee. Ik weet al dat ik het gezonder moet gaan aanpakken. Maar het wordt toch wel een beetje awkward als mensen dusdanig denken dat je zwanger bent. Als dat niet zo is. Dus, bij deze. Het gaat trouwens over deze foto, maar ik ben dus niet zwanger. Jee. Zo, ik ga lekker mijn make-up eraf halen en dan ga ik slapen. Ik heb dit ding om, zodat ik mijn make-up eraf kan halen, zonder dat ik mijn haar aanraak. Niet dat jullie denken dat ik ineens een of andere nieuwe achtelijke diadeem-obsessie heb. Gio, die komt straks deze kant op, die ging nog eventjes douchen en zo. En ik ga me nu ook klaarmaken en dan gaan we lekker slapen. Dus hartstikke bedankt voor het kijken. Ik heb een topdag gehad in Marrakesh. Van Marrakesh echt top. Het is dat ik nu voor werk hier ben. Dus dat ik eigenlijk zo min mogelijk vrije tijd heb. Maar Gio zegt dat het echt heel leuk is als je zeg maar het zelf in kan vullen. En nu gaan we ook hele fucking vette dingen doen. Want morgen gaan we naar de woestijn. Daar heb ik echt zoveel zin in. Het lijkt me zo vet. Dus dat is sowieso hartstikke leuk. Alleen...
Ja, ik zou hier echt graag ook nog een keertje zelf naartoe willen. Ik vind het een super mooie stad tot nu toe wat ik heb gezien. En ik heb er ook heel veel goede verhalen over gehoord. Dus ik vind het helemaal leuk. Hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Even te abonneren op mijn kanaal als je dat niet gedaan hebt. En dan zie ik je graag morgen weer. En morgen moet ik super vroeg op. En dan gaan we naar de woestijn. Dus dat is wel heel leuk. Doei!